op het doel vooraf was mee zitten. En het duurde echt lang voordat een groep wegreed. Pas na 60 kilometer. Ik heb in het begin heel veel gesprongen en ik zat dan gelukkig mee. En 160 kilometer gaat het lampje uit en dan kan ik nog even een bidonnetje geven aan Geesik en dan zit mijn werk erop. En wat je zegt, heb ik denk ik een mooi debuut gemaakt. Ja, want je was heel energiek. Je kwam ook als eerste hier die muur van Hoei op bij de eerste passage. Ja, bovenop waren dat de punten te verdienen voor een bergtrui. En als je er toch zit, dan kun je misschien ook beter maar ervan sprinten. Dus onderweg wel een paar punten gepakt, dus dat is leuk meegenomen. Ja, ik had liever wat meer gehoopt. Toen ze aangingen viel er net een gat, dus ik kon net niet meekrijgen. En aan het einde ontplofte ik helemaal. Er kwamen er weer een aantal over. Maar ja, dit is natuurlijk toch zo'n selectief moment. Echt lastig, hè? Ja, het is wel een mooie koers. Ja, het is natuurlijk super mooi als je al dat publiek ziet dat op de muur van Hoei staat. En dat geeft wel een kick. En dat is denk ik de eerste grootste eendagkoers. En zondag nog Luik. Dat wordt misschien nog wel specialer. Dus wat dat betreft kijk ik uit naar deze week.